Lilian, we staan hier bij de Nacht zonder dak. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Ja, er zijn allerlei activiteiten. En kinderen gaan krotjes maken om te ervaren hoe het is om geen huis te hebben eigenlijk. Voor kinderen uit andere landen die geen dak hebben boven hun hoofd. Buitenlandse mannen die dus slapen elke nacht in de bus. En wij willen dat dus ook een nacht doen. En met hoeveel ruiten dan slapen tegelijk? Ik weet niet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er wordt ook geld opgehaald hier tijdens deze avond. Hoe wordt dat geld allemaal opgehaald? Kinderen krijgen een lijst mee en daar kunnen ze langs huis gaan, familie vragen of ze willen sponsoren. En dat kan gewoon zo, maar dat kan ook via de incasso. En waarom doen jullie eigenlijk mee? Ja, het is voor een goed doel en ja, ik wil eigenlijk wel weten hoe andere kinderen zich zo voelen. Het is gewoon leuk en voor het goede doel. Ook gewoon om geld te verzamelen, zeg maar, voor kinderen die dit dan iedere dag doen. Hoeveel is er nu al opgehaald? 1100 euro. Wat gaan de kinderen allemaal doen, behalve hutten bouwen? Er is straks vlotten kunnen ze straks bouwen. Er is een rad van fortuin, er is een pannakooi. Ze kunnen touwtje gaan trekken. Er zijn allerlei activiteiten gaan we doen nog. En de kinderen blijven ook echt slapen ook? Ja, er is wel voor. Ja, in een nutje. Ze moeten ook gewoon een uur erin slapen. Maar jullie gaan wel slapen vanavond? Ja, dat niet. Nou, ik denk dat wij niet gaan slapen, gok ik. Dat het er niet gaat worden. Wat gaan jullie de hele nacht dan doen? Ik denk een beetje eten, want ik heb wel. Viel wel mee, maar die douche was heel koud. Douche is koud, is het wel? Ja.